En daar hebben we het over. De generaties. Van generatie tot generatie. En ik wil graag met jullie uit de Bijbel lezen. En dat doen we aan de hand van een psalm die eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, ons jaarpsalm is. Een psalm die we meenemen, omdat daar ons jaarthema vandaan komt. Met hart en handen. En dat komt uit het einde van psalm 78. Met hart en handen. En we gaan, oh, wacht ervoor. Ik heb mijn oortje nou, zo. Ons jaarthema met hart en handen is niet iets wat we elke week bespreken, maar we hopen hem echt wel dat je het voelt, dat je het ervaart, dat de manier waarop wij kerk willen zijn, dat is Mozik 0318, dat we dat willen doen met hart en handen. En dat je die twee ook nooit uit elkaar mag halen. Nou, lees maar eens even mee. Psalm 78, waar staat in vers 70, zijn keuze viel op David zijn dienaar, hij riep hem weg bij de schapen, haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte hem herder van Jacob, van Israël, zijn eigen, dus Gods eigen, bezit. En David was een herder met een zuiver hart en met vaste hand heeft hij hen geleid. Waar gaat deze psalm eigenlijk over? Nou, ik zou de psalm tekort doen als ik hem hier eventjes probeer samen te vatten, maar toch ga ik een poging wagen. De psalm is eigenlijk een psalm over de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Israël en eigenlijk samengevat in één zin of God nu zegent of straf geeft, of hij nou zijn liefde of zijn woede laat zien, ze blijven bij hem weglopen. Dat is een beetje de rode draad in Psalm 78. En dan zegt het einde van Psalm 78, vlak voor wat wij gelezen hebben, en dan ontwaakt de Heer als uit een slaap, als een strijder uit de roes van de wijn en kiest niet Jozef, hij kiest niet Efraïm, hij kiest niet Juda, maar hij kiest David. Hij kiest de berg Sion om daar te wonen. En dan krijgen we dat gedeelte wat we net gelezen hebben. Zijn keuze viel op David. Prachtig zo aan het eind van de verkiezingen om ook weer te spreken over een keuze. De keuze die we kunnen maken in dit leven, want de keuze die God maakt is op David. Nou, dit gedeelte gaan we volgende week behandelen. Ik wil het toch alvast noemen, maar nu vliegen we naar Psalm 78, vers 1. En duiken we aan het begin van de psalm. Dit is het einde, gaan we volgende week bespreken. Nu even het begin van de psalm, Psalm 1. En dan zien we dat de psalm een psalm van Asaf is. Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, zo begint de psalm. Naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Ik spreek uit wat sinds lang verborgen is. Let op, we hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. En wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob. Hij kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. En dan zouden zij ook op God vertrouwen. Gods grote daden niet vergeten. En zich richten naar zijn geboden. En dan zouden zij niet worden als hun voorouders. Een onwillig en opstandig geslacht, onstachtvastig van hart en geest. Een geslacht dat God ontrouw was. Zo zouden ze dan niet worden. Zo begint deze psalm. En dan stel je gelijk eigenlijk de vraag als je dit aan het lezen bent. Hoe zou dat gelukt zijn? Zou het gelukt zijn dat er een generatie komt waarvan gezegd kan worden dat ze niet ontrouw werden? En dan komt die hele psalm. Of God nou dit of dat deed, zus of zo, liefde, woede. Ze bleven bij hem weglopen. Ze bleven bij hem weglopen. Is de doelstelling gehaald? Is het gelukt? Van generatie op generatie, van geslacht tot geslacht. Van wat wij hoorden van onze ouders, geef het ook weer aan onze kinderen door. Het lijkt soms zo'n kwetsbaar model. Is het gelukt? Jongens, is het gelukt? Je zou haast kunnen zeggen, het is toch weer misgegaan. En God zei zo nog, geef het nou door. Wat ik in jou gedaan heb. Wat ik in jou doe. Vertel een volgende generatie van mijn wonderen. Vertel van mijn roemrijke daden. Vertel van mijn richtlijnen. Geef het door van vader op zoon. Van moeder op dochter. Van geslacht op geslacht. Van generatie tot generatie. Weet je, God is een God van de generaties.
Hij is een God van de generaties. Ik vind het zo gaaf dat de Bijbel, in de Bijbel de God van Abraham, Isaac en Jacob wordt genoemd. En de reden waarom ik dat zo gaaf vind, is God had ook gewoon kunnen zeggen, ik ben de God van Abraham. Want Isaac en Jacob zijn gewoon included, toch? Dat is toch genoeg? Hij had kunnen zeggen, ik ben de God van Abraham. En toch kiest God ervoor om zich te openbaren, bijvoorbeeld aan Mozes, als hij hem ontmoet bij de brandende braamstruik. Hey, ik ben de God van je voorouders, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is een God van de generaties. Die daarmee wil vertellen, mijn verhaal gaat door. Het stopt nooit na een generatie, maar de volgende generatie neemt het over. Neemt het verhaal op en vertelt het weer verder. God is een God van de generaties. Een paar weken geleden hadden we hier avondmaal en Ido vertelde van de sedermaaltijd. Als Joden met elkaar Pesach vieren. Weet je, dan komt jong en oud bij elkaar. En jong en oud zit rondom de tafel. Grootouders, kleinkinderen. En met de sedermaaltijd, als dan wordt gevierd hoe Israël werd bevrijd uit Egypte, dan heeft alles op die tafel heeft waarde, heeft betekenis. Alles wat gegeten en gedronken wordt. De hoeveelheid glazen wijn die er staan, maar ook bijvoorbeeld het bakje met zout water, wat staat voor de tranen, en het zoete appel aangelengd met honing, maar er is ook een gebraden botje. En alles op die tafel vertelt een verhaal, de verhaal van de bevrijding. Maar een van de belangrijkste dingen, als de Haggadah open gaat, als het verhaal wordt verteld door grootvader, dan is een van de manieren om het verhaal te vertellen, dat de kinderen vragen aan de ouders en aan de grootouders, waarom doen we het vandaag anders? Waarom eten we vandaag anders? Waarom eten we dit? En wat is waarom eten we in deze houding? En de kinderen stellen vragen. En dan is het aan de ouders en aan de grootouders om te vertellen hierom. En daarom. En hierom. God is een God van generaties. Hij is een God die zijn verhaal vertelt van vader op zoon, van moeder op dochter. En daarom is ouder worden in het koninkrijk van God eigenlijk een eer. Een beetje apart, hè? Iedereen wil ouder worden tot je het wordt. Nou, een beetje raar, hè? Wil je ouder worden? Ja, hoop je heel oud te worden? Ik hoop heel oud te worden. En dan word je ouder en zeg je, ik word ouder. Ja, dat is een beetje raar, hè? Er is maar één remedie daartegen, dat is niet meer leven, weet je wel. Maar zolang je leeft, word je ouder. En in Gods koninkrijk is ouder worden is eigenlijk een eer. Het is een eer om ouder te worden. Het is een eer, hoe ouder, hoe beter. Want je hebt meer verhalen. Meer inhoud. Je weet meer. Het leven is meer gevormd. Je hebt ook meer gewicht. Soms letterlijk. Helaas. Maar meer gewicht in de schaal. Ouder worden. En dan kijk ik naar de samenleving van nu, in Nederland, in het Westen. En dan zien we dat mensen zo worstelen met ouder worden. Heel veel mensen worstelen met ouder worden. Soms is dat lichamelijk, het uiterlijk. Ouder worden betekent dan verval, weet je wel. Ja, ik ben niet meer zo strak, weet je wel dat. Je bent niet meer fit, niet meer zo fit in ieder geval. In eigen ogen misschien zelfs niet meer zo mooi. En je hebt mensen die vechten met mannenmacht tegen ouder worden. Er zijn heel veel klinieken, die zijn artsen, multimiljonairs. Omdat mensen niet oud willen worden. Die zijn multimiljonairs, die vullen hun zakken. Van, oh, jij wil niet oud worden, weet je wel. Jij wil doen alsof je forever young bent, weet je wel. Nou, koop bij mij eeuwige jeugd. Weet je, ik lift je face. Weet je wel? En ik plant nu haar in, weet je wel? We gaan ervoor zorgen dat jij nooit echt oud wordt. We gaan je lekker jong houden. Waarom? Weet je waarom? Waarom is oud worden niet iets eervols? Weet je, sterker nog, heb je wel eens van die types gezien die 64 zijn met zo'n gezicht zo? Heb je wel eens gezien? Ik denk altijd een beetje belachelijk. Heb je dat ook? Het voelt altijd een beetje belachelijk. Ja, alles eromheen voelt oud, ziet oud, ruikt oud, weet je wat dat ook? En dan zie je zo'n gezicht helemaal. Of van die mannen die dan van het haar hier overheen vouwen. Dat is ook zo. Weet je, ergens vinden wij allemaal, dat is een onbewust eenheid zijn wij hierin, denk ik. Ergens vinden we het allemaal gewoon fantastisch als iemand ouder wordt en dat met eer draagt, toch of niet? Eervol. We houden van je. Weet je, ouder worden is fantastisch. We willen je eren voor je grijze haren. Weet je, we willen eren voor de rijkdom van je wijsheid wat opgebouwd is. Weet je, je hoeft hier niet je facelift te doen. En je hoeft niet je haar, weet je, over je hoofd te gooien. Weet je, draag het met eer. Draag je ouderdom met eer. Weet je, we hebben je nodig.
Het punt is dat vaak natuurlijk het uiterlijk is een dingetje, maar innerlijk is het vaak misschien wel veel ernstiger. We kunnen over uiterlijk wel een grapje maken, of iemand zegt, goh, weet je, wat heb je nou gedaan? Ja, ik heb me... Je kan ook Q10 smeren overigens, Q10, heb ik gehoord, van Nivea, geloof ik. Dat is ook heel goed. Dat kan je allemaal doen. Maar innerlijk is natuurlijk vaak de strijd nog veel erger. Niet alleen het verval in de spiegel van, hé, ik ben de jongste niet meer. Maar van binnen ben ik waardevol. Tel ik mee. Wordt mijn stem gehoord in deze samenleving? Wordt mijn stem gehoord in dit land? Er is een partij die het echt nodig vond om te zeggen, wij willen een stem zijn voor ouderen, 55 plus. En ze zijn gegroeid. Omdat steeds meer mensen het gevoel hebben dat ze misschien niet meer gehoord worden. En dat er een ander moet dan voor je opkomen. Kom voor me op, Krol. Wees mijn stem in deze samenleving. En soms kan je zo het gevoel hebben dat je niet meer meetelt. Dat je misschien juist wel vanwege je leeftijd, vanwege het ouder worden, niet meer van waarde bent. Mag ik er zijn? Tel ik nog mee? Ja! Ja, want dit... Dus ik weet niet, ik kan niet voor heel Nederland spreken, maar voor dit stukje Nederland, hier in Veenendaal, wat we Mozik 0318 noemen, willen we een heel groot ja zeggen. Ja zeggen tegen mensen die verder zijn dan wij. Ja zeggen tegen een oudere generatie. Ja zeggen tegen hen die langer met God op weg zijn. We willen ja zeggen, want dit is het lichaam van Jezus Christus. En soms doen wij de dingen gewoon anders dan in de samenleving. Daar waar in de samenleving misschien eeuwige jeugd wordt gevierd, willen we hier iets anders vieren. We willen eeuwige trouw vieren. We willen trouw vieren en we willen toewijding vieren. Belangrijker dan hoe je eruit ziet, belangrijker dan of je nog hip bent, weet je. Je telt mee. Want we vieren ook trouw hier, weet je. En dit is het lichaam van Jezus Christus. En ik heb altijd het idee, wat nou als het lichaam van Jezus Christus, als de kerk van Jezus Christus, nou eens echt anders zou zijn als de samenleving. Wat nou als de kerk van Jezus Christus nou anders proeft, anders ruikt, er anders uitziet dan de wereld om ons heen? Wat als dat nou zo zou zijn? Wat als we hier nou samenkomen, liederen zingen zoals net onder leiding van Helene en Hanne. Liederen zingen waarin we zeggen, u bent genoeg voor mij. We hebben net gezongen, Heer, u bent genoeg voor mij. Alles wat ik zoek vind ik in u en ik heb besloten u te volgen en ik keer niet terug. U bent genoeg voor mij. Wat als de kerk van Jezus Christus samenkomt om niet alleen die liederen te zingen, maar zulke beslissing in te leven te nemen om te zeggen, het kruis is genoeg voor mij. Dit is genoeg voor mij. Het is belangrijker dan mijn leeftijd. Hier ligt mijn waarde. Wat nou als wij een alternatieve samenleving zouden zijn in Nederland, als kerk van Jezus Christus. Waar we eigenlijk laten zien, van werk, als je niet meer voor jezelf hoeft op te komen, dan ziet de wereld er zo uit. Maar dat is het hele punt. We kijken naar onze samenleving en we zien partijen strijden om issues. We zien ze strijden om of het een 55 plus is of Partij van de Dieren. Of het nou een PVV is die strijdt voor grenzen en buitenlanders en al dat verhaal. We zien mensen vechten met elkaar. Om issues en dingen, om voor zichzelf op te komen. Om te zeggen, ik heb een stem, ik moet mijn stem laten horen. Maar wat nou als wij zouden zeggen, Jezus stem heeft geklonken, dat is genoeg voor mij. Ik hoef niet voor mezelf op te komen. Want hij komt voor mij op. Dat is het evangelie. Hij ontslaat ons van een diep gewortelde angst. Hij geneest ons van een diep gewortelde angst. Om voor jezelf te moeten opkomen. Om voor jezelf te moeten vechten. Als er ergens een plek is waar je niet voor jezelf hoeft te vechten. Dan is het toch de kerk van Jezus Christus. Hoe gaaf zou het zijn als de wereld zou zeggen. Hey, vreemdelingen issues. Andersdenkende, andersgelovige, weet je, laten we eens nou stil zijn en naar de kerk kijken. Hey, vertel het eens. Jullie, die hebben geleerd wat vergeving is. Hoe doen we dat? Stel je voor dat de kerk werkelijk een alternatief is. Een alternatief in deze wereld. Omdat hier mensen zijn die hebben ontdekt dat ze vergeven zijn en nu dus vergevers zijn geworden. Dat zij die door genade bevrijd zijn, die vrijheid niet angstvallig voor zichzelf hoeven te houden. Maar dat durven te delen. Hier, mijn vrijheid is jouw vrijheid. Dat zij die zich geliefd weten door een hemelse vader, afrekenen met angst, afrekenen met boosheid. Niet meer voor zichzelf hoeven op te komen, want dat heeft Jezus al gedaan in het evangelie toen hij stierf aan het kruis. Want in het evangelie vind ik waarde die geen mens me kan geven, die geen carrière me kan geven, die geen salaris mij kan geven. In het evangelie vind ik
genoeg. Hij is genoeg voor mij. Hier vind ik alles wat ik nodig heb. Wat als we dat eens als mozaïek zouden ontdekken? Dan zouden we ontdekken dat de kerk de hoop van de wereld is. En geen partij. Geen 55 plus. Geen Partij voor de Vrijheid. Geen CDA, geen VVD, geen ChristenUnie of SGP. Er is geen partij die de hoop van de wereld is. Hier zit de hoop van de wereld. De kerk van Jezus Christus. Geloven we dat? Wil je het geloven? Dat dit de hoop van de wereld is? En dat God een plan heeft? En die plan heet de kerk van Jezus Christus? Dat we zeggen, de kerk is de hoop van de wereld en de kerk is Gods plan A. En er is geen plan B. Er is maar één plan, hoe God zijn liefde wil uitrollen. Dan zou je zeggen, wat heeft dat te maken met ouder worden? En wat heeft dat te maken met generaties? Nou, hierom, het evangelie mag mij ook bevrijden van het angst van het ouder worden. Dat ik dan niet meer meetel. Want mijn leeftijd maakt niet dat ik meetel. Het kruis zegt dat ik meetel. Wat als ik word bevrijd van de angst? Dat ik te oud word. In Gods koninkrijk is niemand te oud. In Gods koninkrijk geloven we niet in houdbaarheidsdatum waar je overheen groeit. In Gods koninkrijk tellen oud en jong mee. En vinden we onze waarde in het kruis. We vinden ons waarde in het lijden van Jezus en in de overwinning van Jezus. We zitten midden ons lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Wat als dat onze waarde is? En niet ons eigen succes of hoe strak we zijn of hoe fit. Of we nog gezien worden. Durven wij te zeggen, ik heb niet meer nodig dat iemand mij ziet. Want Jezus ziet mij. Hij is genoeg. Ik heb het niet meer nodig. Hij is genoeg. Weet je, in het evangelie ligt je waarde in Christus. En niet in je leeftijd. Mijn vader is nu 76. Hij was een visserman toen hij jong was. Hij was 15 en toen ging hij varen. Toen ging hij op zee, want zo ging dat toen. Hij kon goed leren. Maar schoolmeester kwam nog bij mijn oma, mijn oude oma Kraaienhoort. En toen zei, Arie moet naar school. Maar Arie kon niet naar school. Hij moest werken. Ik moest gewoon geld op de plank, oudste zoon van een paar kinderen in Katwijk. En hij ging met zijn vader, mijn opa dus, op zee. En op zee neem je eten mee voor een week of zeven. Ja, snap je. En je gaat dus neemt eten mee voor een week of zeven. Dat betekent dat na een week of twee alles anders smaakt. Zal ik het even zo zeggen. Maar weet je, je hebt geen tenminste houdbaarheid tot stickertjes op zee. En mijn vader geloofde daar dus ook niet in. Dus toen ik jong was en ik pakte vla uit de koelkast of yoghurt of de melk. Dan zei ik nog wel eens, is dit nog goed? Is dit nog goed? Er staat op dat het toch gisteren goed was. Is het nog goed of zal ik het weggooien? Weggooien? Weggooien is zonde. Dat zei hij dan. Weggooien is zonde. Kijk, het leuke dat niet alleen de kerk, maar ook supermarkten spreken over zonde. Ja. Je gaat toch niet weggooien? En hij zei altijd, je moet vertrouwen. Op je smaak, je moet vertrouwen op je reuk, je moet vertrouwen op je ogen. Je moet niet vertrouwen op een paar van die cijfertjes. Je proeft, je ziet, je merkt, je voelt en alles dat die melk nog goed is. Dus is het goed, weg met zijn stomme datum. Of niet dan? Ja. Toch? Nou, waarom zouden we iets weggooien wat nog van waarde is? We geloven niet in weggooien. We zijn zo'n weggooien samenleving geworden. Maar we geloven in dingen die waardevol zijn. En weet je, je bent niet over datum. Niemand hier is over datum. Niemand is hier te oud. En ouderen, en ik weet natuurlijk niet wanneer je dat mag... Kijk, ik ben pas 45. Dat is voor sommige mensen heel oud al. Dan zitten hier een paar mensen, 45? Zo, is echt oud. Dat is echt oud, 45. Maar er zitten hier ook mensen die een stukje ouder zijn. Ja. En die denken... 45, gast, je komt net kijken, man. Hey, weet je wel. Maar iedereen die zich wat ouder voelt misschien, of weet, ik heb het grootste deel van mijn leven erop zitten. Je leven telt. Uw leven telt. Mag ik in de u spreken nu? Mag ik verveilleren? Uw leven telt. Uw leven telt mee, weet je. Ik heb met grote verbazing gekeken de afgelopen weken op televisie. Naar wat mensen een voltooid leven vinden. Wanneer is een leven voltooid? Wat is het voltooide leven? En als mensen denken, nou, ik vond het wel genoeg, dan is het genoeg. En ik wil absoluut niet over lijden en uitzichtloosheid praten of depressiviteit praten, alsof het iets makkelijks is. Maar wat is eigenlijk een voltooid leven? Ik weet van één die zei, het is voltooid. Jezus Christus.
Hij stierf van het kruis op Golgotha op Goede Vrijdag. En hij riep uit in het Grieks, tetelestai. Met andere woorden, voltooid. Volbracht. En ik geloof dat mijn leven, ons leven, werkelijk pas voltooid is. Als we het vinden in hem. Als hij ons leven is. Dat is genoeg. Dan tellen we mee. Jong of oud. Dan tellen we mee. Dan hoeven we niet gezien te worden, want hij ziet ons. Dan hoeven we geen applaus te krijgen. Hij is ons applaus. Hij is ons succes. Hij is onze roem. We verheugen ons in hem. En waarom is dit belangrijk? Wel, dat is belangrijk omdat ik het idee heb dat mijn generatie, de mid-40ers, en daar iets boven en onder, dat wij ontzettend aan het worstelen zijn met word ik gezien? Word ik gehoord? Ben ik al succesvol genoeg? Er lijkt wel een soort vloek op onze generatie te liggen waar we denken van, ik moet nu iets meer. Ik moet iets meer geld. Iets hoger op de ladder. Iets meer dit. Iets meer carrière. En we zijn bereid zelfs onze gezinnen te verruineren voor meer succes in de samenleving. Voor iets meer applaus. Voor een iets grotere auto. Maar wat als Jezus nou genoeg is? En wat als hij nou voldoende is? Voldoende om te zeggen, het gaat niet om mijn leven. Het gaat niet om wat ik nog mag bereiken. Het gaat niet om mijn succes. We kunnen hier individueel allemaal heel succesvol zijn. Maar als het succes wat God in mij doet, niet wordt doorgegeven aan mijn kinderen, wat is dan succes? Durf ik werkelijk te geloven dat hij genoeg is? En dan hem te volgen en te zeggen, je mag ook tegen een nieuwe generatie, ga maar op mij staan. Ik mag op zijn schouder staan, ik mag op de schouder staan van hen die voor mij gingen. En weet je, het hoeft niet langer om mij te gaan. Ik hoop dat jij succesvoller wordt dan ik ooit geweest ben. Dat we dat zeggen tegen onze kinderen. Ik hoop dat jullie meer succes hebben. Ik hoop dat jullie kerken groter zijn. Ik hoop dat jullie meer wonderen zien. Ik hoop dat jullie meer ervaren van de Heilige Geest. Ik hoop dat jullie meer bereiken. Ik hoop dat jullie meer gerechtigheid zullen zien. Meer van Gods Koninkrijk dan wij ooit kunnen zien. En wij leggen ons leven neer. Loop gerust maar over ons heen. Want mijn waarde ligt niet waar ik zelf probeer op te staan, maar daar waar ik me verneder voor Jezus zeg, u bent genoeg voor mij. U bent genoeg voor mij. En zij die na mij komen, mogen mij gebruiken, op mijn schouders staan, om hoger te komen. Het is oké, want mijn waarde ligt niet waar ik zelf omhoog kruip en klim en met ellebogen werk. Mijn waarde ligt in Jezus Christus. Doe het maar. Gebruik mijn wijsheid maar. Gebruik mijn leven maar. Werkelijk. Wat zou er gebeuren als we zo kerk zouden zijn? Ik was laatst in Nashville, moet je een beetje met een twang uitspreken. Hè? En mijn vriend Aaron Keyes zei daar iets wat ik in mijn dagboek heb geschreven, onderstreept en omcirkeld. En waar ik probeer naar te leven. Ik lees het geregeld even terug. When everything that God has done in you ends with you, you failed. When everything that God has done in you ends with you, you failed. En ik was niet van plan te falen in dit leven. En dat gaat verder dan wat mooie intenties. Dat gaat verder, weet je, ik moet opeens denken aan Jozua. Jozua, weet je, we hebben vaak, na Mozes kwam Jozua, Mozes leidde het volk uit Egypte, Jozua leidde het in het beloofde land. En misschien ben jij net als ik enorm geïnspireerd door de woorden van Jozua aan het eind van zijn boek, het boek Jozua, waarin hij gaat staan met het volk, met generaties, met oud en jong, en dat hij zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar het moet toch dan je hart breken. Als je het boek daarna leest, het boek Rechters, en je leest dat na de dood van Jozua er een hele generatie was die God niet meer kende. Laat het nooit gezegd worden over onze generatie. Laat het niet zo zijn dat wij wel zingen as for me and my house we will serve you, maar dat zij die na ons komen God niet kennen. We staan op, we zeggen nee, tot hier, we gaan het anders doen. We gaan het anders doen. Hier is een generatie die een kans heeft om het anders te doen. Om het de manier te doen zoals Jezus het deed. Hij heeft zichzelf voor ons neergelegd. En wij zijn bereid ons voor anderen neer te leggen. Voor een generatie die na ons komt ons neer te leggen. En zeggen, kom maar. Ik vind mijn waarde niet in mijn status. Ik vind mijn waarde in het kruis. En ik wil doorgeven wat hij in mij gedaan heeft. En ik zal niet falen. Het goede wat God in mij gedaan heeft. Dat goede geef ik aan jou door. Kom maar. Weet je, in 2004 en 2008
Dit is een verschrikkelijk plaatje. Dat is heartbreaking dit. In 2004 en 2008 hadden we de Olympische Spelen. Hadden we de Team America. De estafette, 4x100 meter. Alle vier de dames waren de snelste renners van al hun collega's. Ze waren de snelste renners van elke... They blew the competition away. Ze waren sneller, ze waren beter, ze waren... Bah! En iedereen wist net als de laatste keer, wie gaat de 100 meter sprint winnen? Usain Bolt, bah, weet je wel. Nou, de vraag was natuurlijk wie nummer 2 wordt, want nummer 1 dat weten we wel. Dat was hier ook. In 2004 wist iedereen, Amerika pakt goud op de Olympische Spelen met estafette. 4 keer de snelste renners. Maar ze wonnen niks. Geen goud. Het probleem was... Het stokje viel. En met een gevallen stokje kan je nog zo snel rennen. Maar als een stokje valt, ben je gedisqualificeerd. 2008. Spanning. Spanning in het Team USA. Spanning, want vorig jaar, 4 jaar geleden ging het mis. Hoe zou het nu gaan? En 2008 opnieuw. Iedereen wist, de snelste renners, geïnterviewd. Hey, maar nu gaat het goed. Ja, weet je, oh, we hebben zo getraind. We hebben zo getraind. Laat het stokje niet meer vallen, hoor. Dat zal nu niet gebeuren. In 2008, weer de vrouwen, estafette, 4x100 meter, weer gedisqualificeerd. Weet je waarom? Omdat nummer 3 iets te snel begon te rennen. Die dacht, en die begon alvast, want die andere liep nog wat achter. En die werd wat eerder moe. En die hield wat in. En toen begon die andere iets snel. Die begon te vroeg. Maar het hele punt is, je moet je stokje geven in een bepaald... Er is een aantal... Ja, ik ben niet dat ik daar heel veel verstand van heb. Dat snapt u natuurlijk zelf ook wel. Maar er is een gebied waarin je het stokje moet overgeven. Doe je het ervoor of erna, dan word je ook gedisqualificeerd. En die ene begon te vroeg te rennen. Hé, er is een generatie hier, jongeren. Begin niet te vroeg te rennen. Begin niet te vroeg te rennen. Durf ook te wachten op je ouders. Durf te wachten op ouderen en oudere leiders. Jongere generatie, er is voor jullie ook hierin een boodschap. Door te zeggen van, hey, kan we zonder jullie? Bah! Weet dat we ouderen nodig hebben. Weet het. Ze werden in 2008 weer gediscrimineerd. Vervolgens, sindsdien volgens mij alleen nog maar goud. Ze hebben geleerd van hun fouten. Het stokje doorgeven. De baton of faith, het geloofstok. Wat nou als we vergeten zijn waarom wij aan het rennen zijn? Wat als wij een rondje maken en we vergeten dat we aan het rennen zijn voor de generatie die na ons komt? Wat als we denken dat ons succes, dat wij het snel doen, dat wij maar gevierd worden. Wat als we vergeten dat er na ons een nieuwe generatie komt? Wat als we denken dat we rennen voor ons eigen eer en ons eigen succes? Dan komt er na onze generatie. Die misschien niks meer weet van God. En Mozes 0:18. Geloof dat.